hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben vandaag met Nessim opgestaan. We hebben nog niet eens ontbeten. Maar we hebben zo'n afspraak. Dus we gaan zo vertrekken. Ik wil jullie even laten zien wat ik aan heb. Heel snel. Echt niks bijzonders. Gewoon een truitje van de Mango. Legging of ja, tragging van de Zara. En Burberry schoenen. En Nessim zit lekkere geluiden weer te maken op achtergrond. Vorige keer maakte Nessim dus echt een smerige geluid op achtergrond. Toen zei dus iedereen dat ik een scheet liet in de vlog. Maar dat was gewoon Nessim die zijn neus snuit. Ik ga helemaal stuk. Hey, goedemorgen mensen. Vieze geluidenmaker. Ja, ik ben toch gewoon een man. Ik ben toch gewoon mezelf. Oké, let's go. Goals! Waarom dan? Ga ik gewoon een keer doen in de lift. Heb ik zin in. Goals! Inmiddels zitten we dus in de auto. Onderweg naar Leinden. Want we gaan naar Couture Cakes. En daar gaan wij een cake ophalen. Want Begaande bestaat dus vanaf februari al 3 fucking jaar! Nee, vanaf maart. 3 maart. Oh, ik dacht dat het al geweest was. 3 maart, 3 jaar. In ieder geval, wij gaan dus die cake ophalen. Het is gewoon een heel strakke cake, gewoon met die logo erop en zo en die kleuren. Dus ik ben heel erg benieuwd. En Nessim gaat die dus morgen gewoon aan QC geven. QC heeft hem nog niet gezien. En hij weet er ook niks van af. Dat wil ik, hè? Schattig hoor, Ness. Dus eigenlijk gaan we Q met de taart verrassen morgen. Dan krijg ik taart. Hé, hey, ik ben echt wel benieuwd. Weet je wat het is? Ik heb niet gezegd welke smaak het moest zijn. Oh shit. Dat ben ik wel vergeten. Ik neem een stukje mee naar huis, hè. Dus ik ben wel benieuwd. Oh, nee, je mag dat ik niet. Mag het niet eens, maar ik ben wel benieuwd welke smaak ze heeft gedaan. Ik koop chocola voor jullie. Inmiddels hebben we de taart opgehaald van Supergaan en hij is echt heel erg top. Hij is echt cute. Nee, maar ja, het regende. Wij moesten de taart heel snel pakken en een achterpak doen. We moeten wel echt oppassen met drempels. Maar ik laat jullie die even straks zien. Hij is echt super leuk. Echt leuker dan ik had verwacht. Hey. Habibi Barcelona, je moet een Barcelona. Dit was een hint, jongens. Wij gaan binnenkort naar Barcelona. Je moet een Barcelona. Hey. Jongens, kijk één keer onze taart. Ik ga helemaal stuk. Hij is echt leuk. Ik vind het echt vooral leuk. Je bent zo tevreden. Ik ben echt benieuwd welke smaak het heeft. Volgens mij is deze laag nep. Nee, ik denk de middelste laag. Ja? Denk je dat? Eerlijk, hij is echt tof, hè? Dat is hard, hè? Inmiddels even thuis. Zeg maar dat we nog even katjes een beetje te knuffelen. En ik ben een vlog aan het uploaden heel snel voordat ik vertrek. Anders ga ik het niet redden vandaag. Wat wil je zeggen? Zeg maar dat we gezond gaan eten straks. Ja, we gaan en zo richting Spirit, daar heeft Nessim even een korte meeting. En dan kan ik ook nog verder editen. Dus dat vind ik wel fijn om even mee te gaan. Dan kan ik ook gelijk lekker gezond eten. Ja, dat is het. Hier is lekker bij de bloemetjes. Oh, wat mooi, hè. Wat ben jij een plaatje, zeg. Ja. Hi! Hallo! Ik heb echt zoveel spierpijn van trainen. Echt niet normaal. Maar ik kon het gewoon echt pijn terwijl ik gewoon normaal zit. Zo mijn haar. Zeg maar best wel de regen. Ik ben nu bij Spirit en dit is mijn eten van je. Ik heb echt heel weinig genomen. Kijk naar Nessim's bord. Vegetarian boy. Inmiddels heb ik een lekkere challenge voor mezelf gehaald. We zijn met een meeting apart en ik ga hier lekker opeten. We zijn net weer vertrokken. Ik heb ondertussen 2 vlogs geëdit. Dus we zijn klaar met de meeting. Ik heb deze gembershotjes opgehaald. En het zijn pure gembershotjes die binnen mijn keto dieet passen. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik heb er al 1 gehad en ik ging helemaal dood. Ik heb deze echt gemist. Want ik heb ze denk ik voor het laatst gehad 2 weken terug of zo. Maar die hebben mij echt gewoon goed geholpen voor mijn weerstand en zo. Dus ik ga er echt mee starten. Ja, dat is het. We gaan nu leuk, naar. Hè? Oh ja, deze gembershotjes zijn trouwens van Juice Express. Die kan je daar dus bestellen. Ik heb ondertussen heerlijk gedoucht. En ik ga nu koken. Ik had gisteren zalm al eruit gehaald. Dus ik moet er nu echt nodig gaan maken. Ja, dat is eigenlijk de planning. Hey. En Nessim gaat nu de kattenbak schoonmaken. Want deze heeft gepoept, denk ik. Volgens mij wel. Baba. En het eten is klaar. Het is support voor Nessim. Dit. Ik heb een sausje gemaakt voor bij de groenten. Lekker, hè? Het is weer tijd voor een boemerang, jongens.
En dit is mijn bordje. Mijn bordje heeft ook champignons. Die heeft Nessie niet, want die lust hij niet. Champignons sauce. Ze moest nu even kaars aan het aan voor ons, zodat we lekker gezellig kunnen eten. Lief voor Ness. Ik Nessie hem dan. Hij gaat de wraps voor zichzelf maken. Lekker hoor. Wat ga je doen? Nou, eerst die harde stuk eraf halen. Dat is een beetje oud brood. En dan gewoon zalm erop. Nee, niet zomaar zalm erop. Eerst ga je citroen op je zalm doen. Ja. Ja. En wat je dan doet, je gaat je zalm prakken. Dat vind ik echt zonde van de zalm. Holla, oh, dat doet me echt pijn. Nee, dat is helemaal niet zonde. Oh, ik heb echt met moeite die zalm gemaakt. Ja, prima toch? Jezus, dat is rustig. En dan leg je het zalm op het broodje. Ja. Dat je zo van die zalmstukjes hebt. Zij heeft ook honger. Kijk je nog naar mijn tutorial? Ja hoor. Want je heeft ook honger. Leg je nog allemaal lekker zalm erop, zo? Ja. Ja. En dan? Dan doe je de groenten bij. Dat is erg raar, je doet asperges er bovenop. Ja. En dan doe je romsausie. Een lekkere saus erop. Oh. Echt de raarste wrap. Ze zijn aan het watertanden. Sorry, het is echt de raarste wrap ooit. Lekker. Gewoon en dan gooi je er brokken. Nee, hou op. Dina, wat wil je? Ga weg. Ja, ze is aan het eten. Eet maar. Eet dan. Jezus, ik kan dwingen om te eten. Is dat eten nou? Ja. Je gaat deze, Dina, opeten deze. Bitch, wil je ook zalm? Ja, ze hebben gegeten. Ik kan even geen zalm meer zien of ruiken. Ik heb maar even een theetje voor mezelf gezet. We gaan nu even samen Netflix kijken. En ik kan alleen echt niks vinden. Dat is echt moeilijk. Ik was dus een film aan het kijken en ik was even een stukje meekijken, maar ik vond het echt een vrij heftige film. Dus ik ga niet meekijken, ik ga even iets luchtigs kijken. Ik ga je zo even vertellen waarom. Ja, die film van Nessim is echt zo heftig. Ik zag één scène en toen dacht ik, ik ga hier niet eens meer naar kijken. Het is echt zo'n heel mannelijke film. Het gaat over anabole gebruik, maar ik ga even kort toelichten hoe de film ongeveer in elkaar steekt. Tenminste, wat ik heb gezien. Dus een klein jongetje van 9 of 10 jaar, die kreeg dus ruzie met zijn vrienden. En eentje daarvan was best wel, zeg maar, geschift. En toen hadden ze hem dus op de grond gegooid. En toen gingen dus de jongens met stenen, zeg maar, tegen zijn geslachtsel heel hard rammen. Gewoon dat de jongen gewoon echt knock-out ging. En ja, we weten allemaal hoe gevoelig het is bij mannen daaronder. En de jongen ging dus knock-out. En ja, je snapt ook wel dat als je vaak met een steen daar tegenaan gaat slaan, dat daarna niet meer goed gaat werken, dat er niet echt veel meer van overblijft. En toen ging hij dus op latere leeftijd heel veel anabolen gebruiken, testosteron en dat soort dingen. Ja, het is gewoon een heel emotioneel film en ik voel me dan echt gelijk zo heel erg rot en ik ga er te veel bij nadenken. Dus ik zei ook tegen mensen, wat een rot film heb je uitgekozen, want ik ken mezelf en dan ga ik willen slapen en dan denk ik heel aan een jongetje zonder geslachtsstel. Ik vind het echt heel zielig. Ik weet ook niet of het waar gebeurd verhaal is of zo, maar ik hou niet zo van die emo verhalen. Omdat ik er heel veel aan blijf denken. Dus ik heb liever dat ik dan naar een Twilight kijk. En ze vindt Twilight bijvoorbeeld echt een belachelijk iets. Maar ik bedoel, het is niet waar, zeg maar. Het is allemaal nep. Dus je zit in naar een soort van sprookje te kijken. Dus ik vind het ook prima. En als ik het uitdoe, dan heb ik het ook echt afgesloten en kan ik gewoon rustig naar bed. In ieder geval dat. Ik weet niet wat ik nu even ga kijken, want de film is nog niet afgelopen en ik wil er niet naar kijken. Ik denk dat ik even gewoon lekker naar vlogs of zo ga kijken. Ik ga helemaal stuk. We hebben net dus hapjes gemaakt. Deze zien er echt helemaal niet uit, maar we hadden dus geen kaasblokjes en zo thuis. En wayo! Wij kijken nu trouwens naar Dream House, maar dan moeten we even pauze zetten. En we hebben kipgehaktballetjes erbij gemaakt uit de oven. Ik ga stuk om deze hapjes. Het gaat om het idee, toch?
Heerlijk. Lekker, gezellig. Dreamhouse. Wij gaan nu naar bed. Dus ik ga maar deze vlog afsluiten. Ik weet niet eens waarom ik fluisterde. En ik zie jullie morgen weer. Doeg. Dreamhouse was echt een shitfilm. Zoek het niet op Netflix. Echt gewoon shit.